alternatieve energie komt eraan. Maar de rol van aardgas zal waarschijnlijk dan nog veel belangrijker zijn dan veel mensen nu aannemen. We krijgen een steeds grotere LNG-bijdrage. We krijgen een bijdrage veel meer van imported gas. In 2030 ziet de Nederlandse energiemix er een stuk duurzamer uit dan nu. De energiemix zal langzaam veranderen naar duurzame vormen van energie. Maar op dit moment zijn er geen duurzame vormen die de capaciteit hebben om gas te vervangen. Nou, belangrijk is dat we eigenlijk onze hele energievoorziening verduurzamen. Daar gaat het om. Dus voor aardgas zie ik nog wel een grote rol. Maar ook voor aardgas geldt, dat zal uiteindelijk weer afnemen. Dus er is een moment. Dan is het voor de Nederlandse gasproductie afgelopen. Welkom bij deze aardgas-update. Hoe ziet onze energiemix eruit in 2030? Deze vraag staat centraal op het NOGEPA-gassymposium dat wordt gehouden in Den Haag, waar wetenschappers, politici en de gaswereld zich buigen over de toekomst. Welke rol speelt aardgas over 20 jaar? En kolen? En wind? Een heel andere rol dan nu? Op dit moment wordt 60% van al onze elektriciteit in centrales met aardgas opgewekt. 20% met kolen. Verder biomassa 5%. Uranium 4%. Zon 1%. Wind 4%. En olie 6%. Een sterke rol dus voor aardgas als flexibele aanvulling op de wisselende opbrengst van zon en wind. Met bovendien een laag CO2-effect. Bijna de helft van kolen. De verwachting is dat in 2030 groen gas zo'n 20% van onze gasvoorziening zal zijn. En welke verschuivingen kunnen we nog meer verwachten? Ten eerste zou je meer alternatieve energie hebben. Maar ik denk dat de rol van gas dan nog steeds veel belangrijker is dan waarschijnlijk een hoop mensen nu denken. Enerzijds zit er nog een stuk onder onze voeten. We gaan voorzichtig met Groningen om. Er zijn altijd weer nieuwe kleine velden te vinden. Maar dan is het schaliegas. In het begin willen natuurlijk de mensen kijken van hoe zit dat. Maar ik denk dat dat behoorlijk op gang is gekomen. En dan heb je natuurlijk het gas uit de poolgebieden, waar in feite al een heel stuk van de infrastructuur ligt. Maar dat moet ontwikkeld worden. In 2030 ziet de Nederlandse energiemix er een stuk duurzamer uit dan nu. De grootste klappen maak je al door olie en steenkool te vervangen door gas. Dan je CO2-afdruk wordt onmiddellijk 50% minder. Met de opkomende duurzame energie, dus meer windmolens, meer zonne-energie, fluctuerende bronnen, heb je juist flexibel vermogen nodig. Dus ik ben ervan overtuigd dat gas een belangrijke bron voor de toekomst blijft. Dus een duurzame mix, maar wel met heel veel verschillende soorten. Want om te kunnen voldoen aan energiezekerheid, leveringszekerheid en duurzaamheid, hebben we echt alle vormen van energie voorlopig nog nodig. Nou, je moet zo snel mogelijk streven naar een situatie waarin je het gehele fossiele deel wat je nog over hebt, en dat is de komende jaren nog helaas best veel, zoveel mogelijk met aardgas vult. Omdat dat de schoonste van de fossiele brandstoffen is. En dat betekent dat er in feite nog vrij veel ruimte is voor aardgas. Omdat je niet zozeer concurreert met duurzaam. Dat zou ik ook niet willen. Je concurreert met kolen. Met kernenergie op ze waarschijnlijk. Al is dat in Nederland natuurlijk maar heel marginaal. Dus voor aardgas zie ik nog wel een grote rol. Maar ook voor aardgas geldt, dat zal uiteindelijk weer afnemen. Ook in 2030 zien de deskundigen dus nog een belangrijke rol voor aardgas. Maar waar komt dat gas dan vandaan? Is Nederland ook over 20 jaar nog een concurrerende gasproducent? Kijk daarvoor op Nederland Gasland in 2030.